Zitten alle sissies op de eerste rij? Sissies?
sessie. Ik zie Michael nog niet, waar is hij? Ja, allemaal welkom dus. Dus het filmpje van Stalker dat jullie juist hebben gezien. En mochten we alleen maar in de show en in de klas laten zien en niet op sociale media, want het kan fout geïnterpreteerd worden door de aanslagen de voorbije weken in Parijs. Dus, maar gelukkig hebben jullie het nu toch kunnen zien. Dan geef ik nu het woord aan Lieselot. En Maud. Ja, we hopen dat jullie de filmpjes al een beetje tot nu toe mooi vonden, want er is toch wel hard aan gewerkt geweest door bepaalde mensen. We hebben voor jullie een vijfjaars versus bissers act voorbereid en er zijn een soort van opdrachten die jullie mogen doen. Wij als zesdejaars, alleen merendeels van de zesdejaars, vinden dat jullie vijfdejaars toch wel veel aandacht nodig hebben. Hè, Lieselot? Ja. Ja, veel aandacht zoeken van de zesdejaars. En wij hebben dus nu voor onze act een van de grootste aandachtzoekers toch wel van heel het vijfde jaar nodig, hè, die mogen komen. Ik zal ze even naar voren roepen. De eerste en allergrootste aandachtzoeker slash pisser is Cedric Bosman. De tweede, beste en grootste aandachtzoeker is Victor Perrin. De derde, beste is Simon van Hekken. Is Simon er? Ah, oké. Okay. Anja. Dan hebben we nog Emre. Die er boven met komen. Wouter van de Bissers. En dan gaan we nu over naar de vijfdejaars, de meeste aandachtzoekers. Leo Gijpens, natuurlijk. Dan ook nog Siglien. Lisa Quentens. Adriaan Goedseels. Lore Duwiebe. Thibaut. Sesse Rietveld. En Bert van de Paar. Oké. De eerste opdracht. De opdracht is voor Cedric en Leo, die mogen komen naar hier, nu, alsjeblieft. Oké, jullie opdracht is om ter meeste chocoladops in je mond steken. Ja, maar wacht. Dat is op het liedje Bicycle. En elke keer als die bicycle zegt, moet jij een chocoladop in je mond steken. En dat ont er meest tot iemand niet meer kan. Oké, als ik het aftel, gaat het liedje beginnen. Ja? 3, 2, 1. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my
zeggen? Ja, mogen jullie in de kom met bloem gaan en mogen jullie de augurken erin zoeken? Victor begint, of wie wil er beginnen? Victor begint, oké. Okay. Eerst is in de kom met water nog niet op start drukken. Oké, okay. Ja, doe maar. En start. Leg die maar gewoon ernaast, maar niet op de vloer, alsjeblieft. Oh my god. Oh my god. Te gaan. Ja, duw het water. Ja, doe maar een bloem. Hoi, moedig staan. Eentje. Pot.
Oké, voor de volgende opdracht hebben wij Simon en Lisa nodig. Oké, ik zal jullie opdracht even uitleggen. Kom maar hier staan. Kom hier maar staan, maar pas op met die kabels. Ga dan voor zo. Voor die kabel. Voor de kabel, Simon. Dus, wat jullie opdracht is... Jullie moeten zelfs, ik bind een ballon rond zijn middel en jij moet die met je poep of voorkant kapot maken. Goed? De bedoeling van jullie battle is, jullie krijgen ieder twee condooms. Het is de bedoeling dat jullie de eerste condoom voor het snelst over jullie hoofd trekken. En die mag niet scheuren. Als die is gescheurd, pak je de volgende. Oké?
duidelijk de winnaar. Voor de volgende opdracht hebben wij Lore en Emre nodig als kandidaat. Oké, jullie opdracht is dus, je krijgt zelfs een nylonkous en die doet je over je hoofd. Doe het niet maar over je hoofd. Doe maar. En dat maakt niet uit. Oké, dus nu wat jullie zelfs... Ja, zij heeft dat beter. Emre, doet dat zoals haar een beetje. Oké, nu krijgen jullie een banaan. En nu moeten jullie zelfs voor het eerst opeten eigenlijk gewoon, ja. Nee. Ja, je moet die in je mond doen, je moet die opkrijgen. En je mag die nijl niet stuk bijten. Die nijl mag niet stuk, je gaat het zo zuigen. Wat dat is. Ja, ja. En als je tuft, tuf naar onder, niet naar voor. Oké? Zeker 3, 2, 1 en slikken. Oké, hou jullie blinddoeken maar aan en Mout zal water in jullie mond kappen. Aan. Hou
Hou je blinddoeken aan. Kun je dat kiepen? Oh ja, ik kreeg dat hier te gaan. Oké, dank jullie wel. Oké, wie heeft gewonnen? Ja, Thibaut, die heeft dat eerste gezegd. Ah, sorry, Thibaut gewonnen. Oké, en dan voor de laatste opdracht hebben we Babette en Sisse nodig. Jullie mogen op het podium komen. De opdracht die jullie moeten doen is, wij doen zelfs een appel aan een koortje tussen jullie en jullie moeten met jullie mond een hap bijten uit die appel, maar je mag je handen niet gebruiken. Dus je moet, ja, die appel is tussen jullie mond dan. Snap je het? Oké, niet je handen gebruiken, hè. Onthoud dat. Ja, ga maar op je knieën zitten dan. Oké, 3, 2, 1. En je porte erin in het veld toen hij op en riep vol van me. Sexy and I know it. When I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach,
jumping in the speedo, trying to tear my cheeks. What? This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. Summon, I'ma do my lemon, you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber. So that anything you say is speaking, singing off of me and it'll glue to you. And devastating, more than ever demonstrating. I've wel eens een film gezien, jongen. Dat is een vampier. Nou, laat maar een cursus pagina 4 voor het schema over Israël. But first, let me take a selfie. Ja, schon wacht op de vouwen, ik ga niet vouwen. And far away, Teletubbies come to smoke weed every day.
1, 2, 3. Oh, baby, a triple! 4. What the fuck is wrong with you? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Excellent. Nine. Plus? 10. 21. You're stupid. Oh, shit. Wat is hier wespen hier? Weet ik niet. Kunt u de vraag nog eens herhalen?
Ik ben daar niet zo goed in. Ja, dat is een goeie. Mag ik even nadenken? Wacht, hè. 3. Joker. Zo. Zo. Nee. Ik ben bij je slaat. Zo. Oké. 10 keer lager als feest. Zo. Sorry, pap. Alcohol. Bibi. Warmpjes. Babyvoeding. Klein en dik en lelijk. Blonde haren, oorbellen, een snor, een dikke neus, flaporen, een baard en... Een groter oog als het andere, een dikke neus en scheef het andere. Joker. Carine de Vijver. Breien. Spelen, kleuren, tikken. Poetsen, koken, afwassen. De straat opruimen. Een belg pakken. Ja. 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 Nee. Omdat het spannend is. Ik denk dat dat wel heel leuk is. Omdat dat warm en is. Ja, ik zou dat wel doen. Dat lijkt me wel eens leuk. Ja, niks. Joker. Spelen. Niks. Dansen. Stofzuigen, afwassen, zetel opmaken, afwasmachine leegmaken, tafel opzetten, afruimen. Ja. Oef, oef. Toen keer is chupa chupa o meu caralho. Tommy style. Schat. Weet ik veel scheetje. Penetreren. Deed het pijn toen je uit de hemel viel. Deed het pijn toen je uit de hemel viel. Anaal. Nou, ik ook. Ja, condoom denk ik. Hey, ik ben Caroline. Ik heb geen openingszin, maar jij hebt een opening en ik heb zin. Anaal. Adriaan. Meneer Misotte. Mevrouw Ectors. Lisa Liber. Ja. Meneer Van der Waal. Matthias. Onderhoed. Geen kleren. Zonder kleren. Bikini. Geen. Ja, geen. Geen kleren. Geen. Zonder kleren. Alcohol. Spelen. Zagen. Hash. Ja, tabak. Aardappelen. Hoesjes. Sperma. Zwart-wiet. Een sigaret. Wiet. Witloof. Zwart-wiet. Sperma. Pino. De wc poetsen. Athena. Cannabis. Tabak. Joint. joint. Evian. Alcohol. Adem. Schulte. Melk. Wiet. Overgeven. Alcohol. Kotsen. Doe maar Britney Spears. Koen Wouters. Papa. Donald Duck. Besloten. Mama. Minnie Mouse. Natalia. Justin Bieber. Elke Vlaamse zanger. Christophe. Lelijk zeker. Goeie zangeres. Joker. Fabulous. Homo. Hetzelfde wat hij zegt. Miauw. 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 Oh. Ja. Oh.
jou. Baby. Als Sofie denk ik. Maar ik ken niemand zijn naam hier. Evert, denk ik. Sisse. Bettina Hermans. Vier. Vijf. Acht. 43. 57. Acht. Vijf. Vier. Vier. Een negen. Poep. Een zes. Mickey. De Piet. De Afrikaan. Tijger of zo. Veel. Een vuilnisman. Kant. Poedel. Kwebbel. Achterwerk. Een neger. Geen gevoel voor humor of zo. Puppies of zo. Wiet! Meneer. Ik ken zijn naam niet. Geile bier zeker. Dat ga ik niet zeggen. Die sexy. Sjoef. Hey, hij nikt. Speciaal, maar toch niet echt mijn type zo. Sjoef. Koppig. Ik denk dat dat een man is. En een beetje raar. Veel jongens volgens een stijl zeker. Die heeft rare enge ogen. En geen haar. Playboy. Hallo. Ja, zeker. Hallo. Hoop ik vonden jullie het een beetje tof. Maar daar twijfel ik niet aan. We gaan nog een klein dingetje doen met leerkrachten. Maar dan mijn favoriete deel van de show. Mijn ook. Oké, het is een live act met leerkrachten. Ja, en we moeten er een paar mee voor halen. Mevrouw Tesselmans, Zivie. Koen Klaas. Is mevrouw Thijs hier? Ja. Ja, oké, mevrouw Thijs. En dan meneer Gerrit. Als de leerkrachten er zijn, zullen we het spel eventjes uitleggen. Zoals je al kunnen lezen, is het een soort van quiz. Ja, en ze gaan groepjes van twee vormen. Kom erbij, welkom. Welkom, nee, gasten. Jij moet welkom. Sorry, Koen. Je mocht hier blijven staan. Oké, we zullen de ploegjes zo verdelen. Ja. Meneer Klaas en mevrouw Thijs mogen bij mij komen staan. Mevrouw Tesselmans en meneer Gerrit. En mevrouw Tesselmans en meneer Gerrit mogen naar Charlotte gaan. Goed. De eerste ronde gaat... Ja, er zijn dus drie delen van onze... Ja. En de eerste is eigenlijk zo'n soort van fotoronde. Dus jullie moeten voor het eerst raden... Wie er op de foto's zijn. Maar het zijn niet gewone foto's, zijn. Het zijn schande foto's. Schande. Van de rijjaars natuurlijk. Oké, we zullen de microfoon aan jullie geven. Wie het eerste kan antwoorden, dus krijgt een punt. Ik ken ze 3 weken. Oei, dat is al een eerlijke concurrentie.
En alleen de jongens, maar dat is voor me alleen alleen de meisjes. Geen excuses op voorhand, hè. Dat zeg ik ook altijd tegen de leerlingen, zeg. Leo? Celeste? Ja! Goed! Is dat? En nog iemand. En nog iemand. Zie je het ook niet? Is het moeilijk? Waar vind je dat? Rabet van de paar. Ja! Lara? Nee. Lara? Nee, dit is al dan 15 jaar van hier. Dusje. Ah, Lore. Ik zeg die voornaam Gerard. Marie of Anne-Marie of Marie-Anne? Anne-Sophie, Anne-Sophie van voren. En Leo? Janne? En Leo. Brit? Lena? Ik weet het niet. Dat is Saar toch niet, hè? Ik weet het niet. Babette? Oké.
Charlotte gaat de benodigdheden halen voor de volgende ronde. Ik kan u al zeggen dat het te maken heeft met muziek. Dus we gaan... Wat? Zo. Dus we gaan oortjes indoen bij een van de leerkrachten. En dan moeten ze dan na neurien. En dan als de andere, als de collega leerkracht het raadt, dan krijgen ze een punt. Goed, we gaan eerst... Hier zijn meneer Gerits en mevrouw Tessenons aan de beurt. Oké, succes. Dat blijft niet meer horen, zeg.
Het was Mia van Gorky. Overduidelijk, hè? Goed, dat was ronde nummer 2. Dan gaan we over naar de derde en ook de laatste ronde. Dus ik ga een naam van een leerkracht in jullie oor fluisteren. En jullie moeten die proberen uit te beelden. Maar je mag geen vaaktermen gebruiken of het vaak zelf. Je moet echt gewoon puur nadenken. Maar uitbeelden, maar ook, of ook, maar ook, ook praten mag ook. Ja, maar gewoon geen vaaktermen gebruiken. Oké? Okay? Geen jargon. Ja, alles wat ik zeg gaat nutteloos zijn, maar de stem en de intonatie moet je kunnen gebruiken. Ik weet er eigenlijk niks van, ik heb er ook nooit les van gehad, maar ze spreekt waarschijnlijk veel vlotter dan ik. Ik val een beetje stil, een beetje weg. We gaan samen op reis en we nemen mee een handtas en een zwarte blouseje. Zwarte haartjes. Dat is altijd. Kort haar. Sarah Hoeven. Oh, bakkes. Ik was mevrouw Hoeven. Mevrouw Tessmans aan de beurt. We zullen het vandaag rustig aandoen. Nee, van de wal. Ja? Veel minder hier. Eigenlijk niks hier. Dat is nog te veel hier. En dan moet vooruit gaan. Bij meneer Driessen, dus dat klopt. Ja, ik heb niet alle namen. Gewoon niks hier. Niks. Publiek een beetje helpen. Kaal. Ja. Op school was ik de grootste aandachtstrekker. De luidste van de klas, het groot kabaal. Maar er was één les waar ik mijn aandacht nooit verloor. En daar had ik een goede reden voor. Ik had zo'n bang van de man van fysica. Hij was zo eng, hij was zo streng. Hij heette meneer Driessen. Ja, hij scheurde mijn taak in stukken. Ik deed elke toets mislukken door de angst voor de man van fysica. Ik
ik was een waardeloze wetenschapper. En Jean-Marie, die werd altijd maar roder. Ik werd verslaafd aan de Red Bull en sindsdien kreeg ik voor elke toets een dikke buis. Ik had zo'n bang van de man van fysica. Hij was zo eng, hij was zo streng, hij heette meneer Driesen. Hij scheurde mijn taak in stukken, ik deed elke toets mislukken door de angst voor de man van fysica. Ik had zo'n bang van de man van fysica. Hij was zo eng, hij was zo streng, hij heette meneer Driesen. Ja, hij scheurde mijn taak in stukken, ik deed elke toets mislukken door mijn angst voor de man van fysica. Maar op een dag zei Jean-Marie, mijn meisje, er is een tijd van komen en gaan. Mijn ogen zijn met tranen volgesprongen, omdat ik nooit meer naar het ASO zou gaan. Ik had zo'n bang van de man van fysica. Hij was zo eng, hij was zo streng, hij heette meneer Driesen. Ja, hij scheurde mijn taak in stukken, ik deed elke toets mislukken door de angst voor de man van fysica. Door mijn angst voor de man van fysica. Hey, this is my tune song. This is my creation. Tell me what good. Hetzelfde gevoel van Moda was die twee. Dan heb ik nog veel werk. Vertel dat eens. Ja, ik vind dus dat Dominique zich heel saai klinkt, een beetje boring. Hij dacht echt altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde? Meent je dat nu, Dominique? En hoe komt dat? Goh, ik heb niet meer nodig, ik sta naar content. Leerkrachten. Ik heb daar maar één beschrijving voor, hè. Saai. Je hebt helemaal niet meer nodig. Nu, af en toe een beetje Nesquio lezen en zonneke, dan ben ik ook content. Bio? Nesquio? Mijn idool? Nesquio, ja. Ik heb die man eens gegoogeld. En als dat je idool is, ja, dan is er nog veel werk aan. Ja, goed. Maar jij vond haar kledingstijl ook niet zo oké? Nee, dat is allemaal veel te donker. Dat zijn eigenlijk gewoon zwarte vogels boven elkaar. Jullie twee zijn gewoon saaie pieten. Maar, allez, kom, we zullen eens naar de kleerkast gaan kijken. Oh, that sounds great. Dit wordt een zeer moeilijke opdracht. Oké, let's go. Sleeping, darling. Okay. Ja. Ik zie dus duidelijk dat je niet zo'n fan bent van felle kleurtjes. Alles is gewoon zwart. Ja, ja, dat is niet waar. Ik heb ook een stuk van een andere kleur, bijvoorbeeld.
Vestpoint. Ah ja. Dat was dus een andere kleur zwart die zij bedoelde. Volgens mij is dat kind toch haar een kleurenblind. Ja, dat lijkt dus gewoon allemaal op elkaar, hè. Maar kijk eens hier. Iets met kleur. Hoe komt dat? Ja, dat heb ik eens cadeau gehad. Maar Dominique, het prijskaartje hangt hier gewoon nog in. Ja, maar dat is gewoon... It's not my color. Oké, ik heb genoeg gezien. Ik begin toch te twijfelen of ik nu met een leerkracht te maken heb of een vampire. Ah, dus dit is uw kleerkast. Dat is mijn kast. Waar is de rest? Dat is alles. Ja. En was die outfit in de was liggen? Dan heb ik altijd een reserve outfit beneden in de kast. En hoe ziet die outfit er dan uit? Hetzelfde als die. Dat is gewoon saai. En dan nog allemaal van die grauwe kleren? Gaat jij dan nooit shoppen in je leven? Nee. Mijn hart. Ja, met zo'n kast zit je rap uitgepraat, hè. Daar lag helemaal niks in. Ja, we zullen toch maar eens gaan kijken. Wat is dat? Kastenjas. Dus jij wilt zeggen dat je dat ook elke dag aandoet? Ja, elke dag. Ja, natuurlijk nog veel werk hoor. Weet je wat die zijn stijl is? Gewoon lelijk. Punt. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, 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 oh. Ik ben MC Joël, want dat weet je al wel. Ik ben hard, ik ben snel, ik ben vrijgezel. I say disco, you say party, disco, disco, party, party. No, this is Patrick. Hi, Cam. Hiya, Bobby. Drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. Now I'm lying on the cold, hard ground. Trouble, trouble, trouble. I was a little bit drunk. Ja, dat mag dus niet, hè. Waar was u eergistermiddag tussen 1 en 4 uur? De rest is geschiedenis. Silence! I kill you! Precious! And as usual, no touching of the hair and face. Mag ik misschien een wietje? What's 9 plus 10? 21. You stupid. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, 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 oh. Amai mannetjes, jullie zitten hier allemaal. Schrik, schrik, schrik. Ik heb de toetsen verbeterd. Het is heel goed gemaakt allemaal. Echt, ik was ervan overtuigd. Amai,
zo goed. Evert deelt schijnlijk door rij. Dat is echt goed gemaakt. Ik kon dat bijna niet geloven. Echt, echt goed. Alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft. Amai, amai, amai. Ja, echt goed gemaakt. Maar mevrouw, ik ben gebuist. Hoezo? Hoeveel had je dan? Ja, 47. Dat is toch goed, Lotte? Dat is toch goed? Die toetsen zijn op universitair niveau. Dat is echt goed. Heb je 50%, dan ben je echt de beste leerling van de klas. So, the next animal. Looks a bit, the name looks a bit like a flat cat. It's a platypus. As you can see on the screen. Yes. Is dat een vogelbeugel? Yes, a vogelbeugel. Evert en Maud. Yes. And why are you late? Sorry. Sit down. Evert en Maud, I'm losing my patience in here. Evert, you can go to Mrs. Van Hoof. Maud, you can join him. Both of you. So, the platypus. Maria, ik ben de achterlijke idiote. Zoals je al ziet, heb ik hier een mooi liedje opgezet en dat ben ik. De mooiste plek op de wereld. Doe de gordijn eens even toe voor jezelf. Iedereen heeft die taartjes bij. Iedereen heeft die taartjes bij. Dat is goed. Als je er niet bij hebt, dat is niet erg. Ik word daar toch niet voor betaald. Ik word maar betaald om alles één keer uit te leggen. Maar die taartjes gaan we twee keer lezen. Dat is altijd veel mooier. De tweede keer. Jongens waren we. Een paar aardige jongens. En wel, denk dus na over die zin, hè. Zo mooi. Zo mooi. Gods doel is de doelloosheid. Nescu. Nescu is de grootste, de allergrootste. Neil Young is de allergrootste. Hesse, Steinbeck en Kundera zijn de allergrootste. Mannekes, dit verhaal, die taantjes, Nescu. Als ik jullie binnen 10 jaar nog eens een keer tegenkom, wil ik dat jullie dat allemaal van buiten kunnen opzeggen. Dan is mijn doel geslaagd. Dat is het enige wat je hier moet leren. Meer moet je hier niet leren. Jongens waren, maar aardige jongens. Ja, mannekes, vandaag gaan we het dus hebben over iets heel fijn, sociale inzetdagen. Ja, dat is natuurlijk het heel leuks waar we het komende paar maanden nog over gaan hebben. Wij moeten ons dus gaan inzetten voor een bepaald soort van goede doel. En hoe gaan we dat doen? Ah wel, ik ga jullie daarbij helpen. Maar uiteindelijk moet het toch nog van jullie zelf komen natuurlijk. Waar zijn jullie manieren allemaal? Jullie moeten toch een plek staan voor mij, niet? Ook een goede morgen. Jullie moeten allemaal gaan zitten. Pak jullie boek allemaal. Lize, wil jullie alsjeblieft stoppen met naar de klok te kijken? Het is niet zo dat de tijd sneller gaat gedaan zijn. Oui, jullie. Hoe was die vakantie, mevrouw? En français, s'il vous plaît. Comment était votre vacances? Oh, ik heb een heel rijke man en we gaan elke vakantie naar Egypte. En dan word ik ook heel bruin door in de zon te liggen. Ja. We gaan verder. Dus mensen, zoals we vorige week hebben gezien, eindigt de vervoegingen met klinkers, zoals de van auto's. A-U-O. Dus ja. Nee, Jana, je gaat toch ook niet naar school komen met e-auto? Of wel soms? Grote cirkel. Mevrouw?
zo. Dat is goed, je kunt wel van op lopen. Goed zo. Ja, goed zo. Waar is het dan weer? Ik heb het gebroken. Kunt je dat bewegen? Dat is goed lopen. Maar als je niet kunt, doe maar wel buiten de oefeningen. Allee, wacht, allee, lopen. Dus ik hoop dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad. Om het in te leiden ga ik jullie eigenlijk al zeggen, dit is het eerste deel zelfstudie tot en met Pasen. En dan tegen juni moeten jullie dit ook nog kunnen. Dus, we beginnen aan de speech van Obama. Kan iemand me zeggen, als we het samen hebben gelezen, wat het exordium was en de propositio, de argumentatio, die kan je verdelen in twee delen, namelijk de confirmatio en de refutatio. Ter inleiding ga ik u eigenlijk een kort filmpje laten zien van Obama. Ja, dus. Mogen we het wel helemaal zien? Nee. Zo begint de speech. Dan gaan we verder naar het exhortatium. Dan komt de propositio en we eindigen met de perotatium. Dus zijn er nog vragen? Nee? Oké, dan gaan we verder. Ja, ik ben wel echt in zijn. Ik heb echt honger. Ik heb wel een mensen, let op. We gaan vandaag beginnen met Israël. Mama. Ja, meneer, ik heb mijn leerstof nog eens nagekeken en ik heb eigenlijk een vraag. Die muur van Sharon, ik snap dat toch niet helemaal. Waarom doet de grootmacht VS Rusland of ja, de EU niks tegen dat? Dat kan toch niet zomaar allemaal worden goedgekeurd? Mama. Jens. Dat is simpel, hè. In Syrië heb je IS, in Jordanië heb je terroristische organisaties. Israël is de enige die daar eigenlijk tegen werkt. Dus daarom stunt de VS hier, meneer. Dankjewel, Jens, voor je inbreng. Ja, Lisa. Ik snap dat eigenlijk nog niet. Kunt je dat eens even tekenen op het bord, alsjeblieft? Ja, ik zal het doen. Beantwoord dat uw vraag? Min of meer. Ongeveer, ja. Oké. Malkus, we zwijgen in de gangen. We geven geen antwoorden door. Van Oppo, dat geldt ook voor u. Oh, ik heb het echt niet. Ik moet je weer echt nog goed nakijken. Hoe zorgt u man of wat voor leden Jacques Brel? Puis déjà, oublier le temps, des malentendus. Zeg wat, Sayan? Ja. Pardon, mon essor. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient par frappe à poudre. Pourquoi mon cœur fut bonheur. Jason. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on me. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps.
on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You can suck my penis. Give it arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Bold and jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Ja, met Erik. Oh, Erik, doe rustig. Huh? Erik, doe rustig. Ik voel hele heftige vibes bij jou, hè. Oh. Heb je veel stress, Erik? Nee, vandaag helemaal niet. Echt even stoppen met schreeuwen, Erik. Anders kan ik niet aan je werken. Oh. Ik ga een kaart voor je trekken. Och, Erik, ik voel het ook al aan de kaart. Je bent zo gefokt, Erik. Oh, dat voel ik zelf niet. Erik, rustig. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Daar moet je aan werken. Ik trek voor jou de brie met de bril, Erik. Weet je wat dat betekent? Ja, ik heb zelf die kaarten ook. Weet dat je heel snel rustig moet worden. Anders dan gaat het mis, Erik. Oh, dat gevoel heb ik. Erik, doe rustig. Ik ben toch... Erik, ik kan op deze manier niet aan je werken. Zeg Jelano. Als jij wil dat ik aan je ga werken, moet je rustig doen, Erik. Ja, zeg dat. Erik, ik gooi je van de lijn, hoor. Ja, het spijt me. Erik, nou, dat was Erik. Sorry, Erik. Astro TV, we hebben aan de lijn. Chihuahua.
als je van beren leren kan, van slimme beren leren kan, is dat iets wat je echt proberen moet. Want hoe je profiteren kan, daar weten beren veel meer van. En beren zijn als leraar beren goed. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold you back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. Cold never bothered me anyway. Deep in the sea, deep in the sea. Zal je zo missen tussen de vissen, blijf toch beneden. Daar werken zij de hele dag, nooit hoor je eens een schattenlak. Laat ons maar drijven met ons leven diep in de zee. Tale as old as time, true as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or ask the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Hey-ho, hey-ho, it's time to be cargo. Hey-ho, 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 hey-ho. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. La Deville, Cruella de Vil, als zij op je pad komt, hou je dan maar stil. Oh, en verg Roger je als je niet doet wat ze wil. Cruella, Cruella. Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet? Hakuna Matata, het is maar hoe je het ziet. Je hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet. Het is een theorie, filosofie. Hakuna Matata. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the
For my love, love's going to leave me. Wat is dat nu weer? Hoe dikwijls heb ik al gezegd, geen korte rokjes. Terug naar huis. Je komt er zo niet in, hè? Gaan we iets anders aan doen. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Oma, oma zingt tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, la-la. Ah, dat ziet er al een stukje beter uit. Heel goed. En wat zei de maat thuis? Hey mama, hoe laat is het? Shit. Je hond heeft uw agenda opgegeten. Ja. Dan moet je vrijdagavond hier blijven. Dan kun je dan uw agenda bijschrijven. Een nieuwe kopen en bijschrijven. Dan heel eenvoudig. Kap.
Zeg, van wie heb je die taak van Nederlands al gemaakt eigenlijk? Oh nee, ik heb die gemaakt, maar die ligt nog op een bureau. Moet je nog afprinten. Oh shit, het is nog maar 2 uur. Oh, oh, ik nee. Niet binnen. Oh nee. Zeg, zeg, wat moet dat hier? Je bent van de bovenbouw, hè? Jij hebt hier nu niks te zoeken. Het is nu voor de middenschool. Oh. Nee. Je moet je beter organiseren. Dat gaat zo niet. Zeg, Valdi, heb je de taak van Nederlands eigenlijk gemaakt? Oh nee, vergeten. Maar mediatheek. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying. Hey! Look here! Mama! Goedemorgen allemaal. We gaan bijna onze cursus godsdienst met grootsteel relativisme. Hallo. Hey, Marie, alles goed? Ja, hoe was het gisteren? Ja, het was nogal druk, vond ik. Ja, dat... Lucas, wat zit je aan het doen? Je zit stiekem met sms'en, hè? Hoor daar iets mee. Lees het voor. Wat heb jij in die sms? Lees het voor. Heb je het al gehoord van Dora Luvivier en Sisse Mietveld? Nee, dat niet. Je moet meer informatie. Ik ga jullie vandaag een verhaal vertellen over een gebeurtenis die het FSC voorgoed veranderd heeft. Lang geleden leefden de Indianen in vrede samen. Maar alles veranderde toen de Cowgirls werden opgericht. Alleen de Avatar, meester van allebei de groepen, kon ons redden. Maar toen het SFC hem het meest nodig had, verdween hij. 2 maanden gingen voorbij en mijn broer en ik vonden een nieuwe Avatar, een leerlingmeester genaamd Van Hoof. Haar Indianendans is geweldig. Maar ze moet nog veel leren, voor ze de groepen kan verenigen. Maar ik geloof dat Van Hoven het SFC kan redden. Goedendag leerlingen, mijn kinderen hebben jullie aandacht. Ja, ik heb jullie een paar dingen te doen. Als jullie het niet hebben, dan zeg ik uiteraard. Het goede nieuws is dat de sling is mogen en als ook, ja, lippenstift. Ja, het slechte nieuws is daarentegen, al de rest is verboden. De veiligheid van alles, snap jullie? Hè? Ja, en de klasse? Niet verstoord worden. Hè? Dankjewel voor jullie meenemen. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it.
If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it, didn't understand. You were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. So say